ben 81 jaar en ik heb de hele oorlog, heb ik persoonlijk die meegemaakt. Ik kom uit het dorp Putten op de Veluwe, misschien bij de meesten wel bekend, dacht ik. We weten allemaal wat de oorlog geweest is. En jullie hebben het allemaal van de meester gehoord over de oorlog 40-45. Ik wil alleen beginnen over wie was de baas toen. Dat was Hitler. Hitler wilde heel Europa, wilde hij tot zijn staat, tot zijn land maken. Gelukkig is dat niet gebeurd. Heeft diverse landen is binnengevallen. Ook Nederland. Hitler had aan zijn linkerhand zijn vrouw. Of zijn geliefde Eva Braun. Aan de rechterhand was dat Rauter. Commandant van de land, zee en luchtmacht. Die bepaalde wat er allemaal zou gaan gebeuren. Op zijn bevel werden de bombardementen uitgevoerd, werden de manschappen naar het front gestuurd. Dat was Rauter. Rauter had zijn rechter en linkerhand, linkerhand zijn vrouw en zijn rechterhand was Himmler. Himmler, dat was een generaal die bepaalde wat er in de concentratiekampen in heel Duitsland en de bijkomende landen, wat daar moest mee gebeuren. Het voornaamste kamp was Neuengamme. Daar werden ze allemaal, de gevangenen, naar afgevoerd. En vanuit Neuengamme vandaan gingen ze naar de diverse concentratiekampen. En hij bepaalde wat er met de gevangenen ging gebeuren. Hij bepaalde hoeveel doden er elke dag moesten vallen. Want ze moesten van die gevangenen moesten ze af. Rauter die zou op 30 september een bezoek brengen aan de generaal Christiansen. Christiansen was de commandant van de Duitse troepen in Nederland. En die woonde in Harderwijk. De verzetsgroep was dat ter oren gekomen. En die ging op 30 september gingen ze in een hinderlaag liggen. En 's avonds, de eerste beste Duitse auto met een hakenkruisslag erop, die er voorbij kwam, hebben ze beschoten. Helaas geen Rauter. Er zaten twee officieren en twee onderofficieren, zou ik maar zeggen. Eén officier werd er zwaar gewond. De andere die hebben ze meegenomen. Eén van de onderofficieren zwaar gewond. En de andere licht gewond. En die is later, toen alles weg was, is hij naar de dichtbijzijnde boerderij gegaan en heeft er hulp gehaald. Met die hulp van die boerenmensen is hij naar de straat, naar de Rijksweg gegaan. En die hebben de eerste beste Duitse auto, hebben ze daar aangehouden. En het hele verhaal vertellen wat er gebeurd was. En daarmee zijn ze naar Harderwijk gegaan, naar Christiansen. Toen Christiansen dat hoorde, was hij woedend. En die nam gelijk zijn maatregelen. De kolonel Fulry kreeg opdracht om het dorp Putten af te zetten met zijn troepen. Te omsingelen. Niemand mocht Putten meer verlaten. Op de vlucht zijn de 7 mensen zijn doodgeschoten, want ze mochten niet vluchten. De mannen en vrouwen die moesten zich melden. De vrouwen in de kerk met hun kinderen en de mannen in de school die achter de kerk lag. Zelf ben ik met mijn zwager achter op de fiets zijn we gevlucht. Gelukkig hebben ze ons niet beschoten en we zijn bij een boerderij terechtgekomen op de grens Nijkerk-Putten. En die heeft ons opgevangen en een plaats aangewezen in de voorkamer bij die mensen. Het was zo'n ouderwetse boerderij nog met van die
ja, bedsteden met deurtjes ervoor. En daar konden wij, als er wat was, konden wij daar onderduiken. Op een gegeven moment, we hadden 's middags hadden we daar gegeten bij die boer. En toen hoorden we een hond blaffen. En dat was één of twee keer dat hij blafte en een schot en het was stil. Toen zegt die boer, hij zegt, onmiddellijk weg, onmiddellijk naar je schuilplaats. En wij naar die bedsteden, onder de bedsteden, deurtjes dicht en daar lagen wij. Misschien 10 minuten. Want er kwamen ze, de Duitsers kwamen al binnen met de bajonetten, werden de matrassen eruit getrokken. En je kreeg een prik van, van die bajonet in je rug en je kon eruit komen. Want we moesten 6-7 kilometer lopen naar het dorp toe, met zware munitiekisten op onze nek. En dan werden we tegen de muur geplaatst bij de kerk. Want ze moesten een bepaald aantal mensen moesten ze hebben om te fusilleren en dan was de rest van Putten was vrij. Gelukkig is dat niet gebeurd, want anders hadden we hier niet gestaan. We zijn, 's avonds zijn we naar de school gebracht. En 's zondags hebben we in die school gezeten. En er zijn de vrouwen die mochten, zondags mochten ze, 's avonds mochten ze naar huis toe met de kinderen. Ze moesten spullen uit de huizen halen, want Putten zou platgebrand worden. De mannen werden van de school naar de kerk gebracht. En daar hebben we de hele nacht hebben we daar gezeten tot 's maandags 2 oktober. 2 oktober, 's morgens komt Poelriede en die komt vertellen dat we afgevoerd worden naar Amersfoort. Even later komt dominee Holland, die komt met ons bidden en daar hebben we een psalm gezongen, psalm 84, vers 3 en 4. Dat is voor mij een afscheidspersoon geweest. Als ik ergens ben met een herdenking of iets dergelijks, en dan wordt die psalm gezongen, dan rollen de tranen hem over de wangen. Dus het is voor mij onbegrijpelijk dat ik dat heb kunnen overleven. 2 oktober afgevoerd door de SS. Naar het station Putten. Daar werden we de wagons ingeslagen. En uiteindelijk zijn we in Amersfoort terechtgekomen. Amersfoort. Een verzamellager was dat. We moesten werken. Na oogst aardappelen rooien. Nooit geen controle geweest, na 3-4 dagen en dacht ik bij mezelf, weet je wat, we kregen weinig eten, ik steek een paar aardappelen in mijn zak en die poffelkopje op de kachel die in de midden in de brak stond, en dan had ik wat te eten. Er zit er ook vitamine in. Helaas werd die avond wel gecontroleerd. Ik werd eruit gepakt. Ze hebben me in elkaar geslagen en naar de rozentuin, noemden ze dat, gebracht. Rozentuin, grote ronde cirkel was dat, van prikkeldraad allemaal. En aan het einde was een 1,5-2 meter, was overdekt en er lag op de grond een beetje stro en daar kon je op liggen. Maar je kon, als je naar binnen kwam, moest je op je knieën, want je kon niet staan, zo hoog was die. En dan ging je op je knieën, ging je naar achteren toe en dan kon je op dat stro kon je gaan liggen. En dan komt 's morgens komt Cotella, de beul van Amersfoort, een SS-officier met zo'n grote hond bij hem. En dan moest je op je knieën naar voren, de uitgang weer kruipen. En dan stond je op, je zet je op je knieën en dan moest je tegen hem zeggen, ik zal nooit geen aardappel meer stelen. En dat gebeurde zo'n 4, 5, 6 keer achter elkaar. En dan kreeg je een paar klappen met de knuppel en dan kon je de barak weer dacht, de rozentuin weer in. En dat gebeurde 3 keer op een dag. Ik heb daar 4 dagen gezeten. Ik heb 4 dagen heb ik elke dag klappen gehad. Bont en blauw zou ik. Na de 4e dag mocht ik eruit. Ik kom weer naar de mensen, toen de anderen, mijn collega's.
Amersfoort. 14 dagen Amersfoort. De 14e dag. 'S morgens 7 uur op de Pel. En daar hebben we de hele dag moeten staan zonder eten, zonder drinken. En 's avonds kregen we het bericht dat we afgevoerd werden naar het station Amersfoort. En op transport gesteld naar Duitsland. Waarheen? Niemand die het wist. Niemand. We zijn met 672 man zijn we afgevoerd. Er zijn van die 672 man zijn er in het begin zijn daar 40 van vrijgelaten. Er waren mensen bij die werkten voor de Duitsers. En er waren oudere mensen bij die een groot gezin hadden en die mochten ook naar huis. En we werden met zo'n 614 man werden we afgevoerd. Naar het transport van Amersfoort naar Duitsland, toen zijn er onderweg bij Stroe, zijn er nog een 12, 13 man uit de trein gesprongen. Dus we bleven met zo'n 600 man bleven we over en er werden afgevoerd. In een begonnetje, een coupeetje, waar je vroeger had, die ouderwetse treinen, waar je met een man of 6, 7 in kon zitten en wij zaten er met 12 tot 14 man zaten erin. Bij elkaar op de grond, op de grond. Geen eten, geen drinken. Je kon niet naar het toilet. En uiteindelijk kwamen we na 2 dagen kwamen we in Neugammer. Daar stond een groot muziekkorps. Want als je in Neugammer aankomt, dan kom je met de trein, kom je het kamp binnen. In het kamp werd die trein gelost. We werden door het muziekkorps werden we onthaald en die speelden het melodie al te kameraden. Dat klinkt, als je dat vertelt, dan klinkt dat nog steeds in je oren. De trein werden we uitgeslagen. En op dat woonplaats 10, 12 keer geteld. Als mens waren we daar nog. We hadden onze eigen kleding. We werden in groepjes werden we naar de brak gebracht. Als mens ging je daar naar binnen. Je kon bij de balie, je kon alles afgeven. Je kon je eigen uitkleden, poedelnaak stond je daar. Niets had je meer van jezelf. Dan moest je naar een lokaal lopen en dan werd je geschoren van boven tot onder. Kaal. Als dat gebeurd was, dan ging je lokaal verder en dan kwam je onder een hete dieseldouche, want je moest ontsmet worden. Waarom moesten wij ontsmet worden? Dat spul dat brandde op je hele lichaam. Dat kun je niet met de pen beschrijven wat dat voor pijn geweest is. Handdoeken om je af te drogen waren er niet. We moesten naar de balie toe en er werd een broek en een hemd en een jas en een paar schoenen naar je toe geworpen. Of ze te groot of te klein waren, maakte niks uit. Je kon het aantrekken. En de balie verder kregen we een koordje met een nummer erop. 67.000. 842, mijn nummer geweest. Vergeet je nooit meer. Dus als mens gingen we die barak in en als nummer kwamen we weer naar buiten. En daar stond je, de halve dag stond je daar op de appelplaats. Want ieder ogenblik kwamen ze je tellen. En als er dan een wat aan je vroeg, dan mocht je je naam niet zeggen, want dan moest je je nummer zeggen. En zo werden we 's avonds opgesloten in de brakken. Een dag in die brakken hebben we gezeten. Zonder eten, zonder drinken. 'S morgens op de Pel werd er bekendgemaakt dat we op transport gesteld werden. Waarheen? Niemand die het wist. We zijn met 1000 man zijn we op transport gesteld naar Groesem-Zwesing. Dat is in Noord-Duitsland. Daar hebben we 14 dagen moeten werken. 14 dagen. Elke dag van 's morgens tot 's avonds panzergraven maken.
tankvallen noemen ze dat. 3,5 meter diep en 4, 5, 6 meter breed. Tot je knieën stond je daar in het water. Het vloer dat kraakte, 14 graden vorst. Als je s'avonds naar de brakken terugging, dan waren je broekspijpen bevroren. En in de brakken, daar kon je op een beetje stro met 4 man onder één deken liggen. En als je dan s'morgens opstond, dan waren je broekspijpen nog hard van de vorst. 14 dagen. Na 14 dagen moesten we met spoed moesten we weg. We moesten naar Ladelum. Want de geallieerden waren van plan om een invasie te plegen in Noord-Duitsland. We moesten naar Ladelum. 1000 man zijn we uit Hoeksum naar Ladelum met de trein vertrokken. En in het plaatsje Achterhoek zijn we daar aangekomen. De trein werden we uitgeslagen. Zieken en gewonden die je bij je had, want die waren er toen al. Die moest je tussen je innemen en mee gaan lopen. 6-7 kilometer lopen. Uiteindelijk kwamen we in Ladelum. Ladelum, een kamp. Wat bestemd was voor 200 man. En dan kwamen wij eerst met 1000 man komen eraan. En een dag later kwamen er nog eens 1000 man bij uit Neugammerdam. En onder die 2000 man die er daar waren, zaten 200 puttenaren. 200 puttenaren. 6 weken hebben we daar moeten werken. 6 weken hard moeten werken. Ze hebben mij daar na 14 dagen heb ik mijn onderkaak verbrijzeld. Tanden uit mijn mond geslagen. Dat ik met mijn hoofd in de blubber lag, in het water lag. Dat mijn zwager die bij me was, dat hij me eruit haalde en die zegt, Jannes, we moeten verder. Gelukkig heeft me dat geholpen. Ik ben s'avonds in de brak, ben op mijn knieën gevallen. En ik heb gevraagd, help me alsjeblieft. En ik heb vanaf dat moment heb ik een engeltje bij me gekregen. En die heeft me erdoor gesleept. Na alle pijn die ik daar geleden heb. 6 weken hebben we daar moeten werken. 6 weken. Halve liter koolsoep, s'avonds met 2 sneetjes brood. De ene keer zat er op een brood een plakje kaas waar de schimmel op was. En de andere keer had je een droge twee boterhammen. En die moest je, s'avonds moest je die opmaken. Want als je die bewaarde, die boterhammen tot de andere dag, s'morgens waren ze verdwenen, waren ze bij je weggepikt. En dan ging je s'morgens met een lege maag ging je werken. Zonder eten, zonder drinken. 6 weken lang. In die 6 weken tijd zijn er van die 200 puttenaren 110 omgekomen. Alleen van de puttenaren. In 6 weken tijd. Als ik daar kom, en ik kom bij de graven, het zijn allemaal massagraven. En ik zie daar die namen allemaal staan waar ik mee gewerkt heb. Dan zeg ik, goddank, mijn naam staat er niet bij. Ik wou nu aan Hans vragen, of Hans, want ik ben na ruim 40 jaar, ben ik voor het eerst terug geweest. Dat is in 98 binnen geweest op de plaatsen waar we aangekomen zijn in Achterhoek. Waar ik bij de grafstenen heb gestaan. En waar het kamp is geweest en waar de pansergraven zijn gemaakt. Het is zeer emotioneel is dat voor mij geweest. Als je daar na zoveel jaren weer terugkomt op de plaats en dan kijkt. Dat je zelf nog kunt zeggen van, gelukkig, ik kan het niet meer staan. Ik heb het overleefd. Ik wil nu aan Hans vragen. Hans, laat dat videootje, of die cd die je hebt, laat die even zien. Dan kunnen ze zien hoe de emoties er zijn als je daar voor het eerst weer terugkomt op de plaats.
Een van de grote drama's uit de Tweede Wereldoorlog, de razzia van Putten. 650 mannen uit het Gelderse dorp werden eind 1944 weggevoerd door de nazi's. Als vergelding voor een verzetsactie. Maar 49 Puttenaren keerden uit de Duitse kampen terug. Aanstaande donderdag verschijnt het opzienbarende boek Putten, de razzia en de herinnering. Waarin voor het eerst het complete, feitelijke verhaal van het Puttense drama verteld wordt. Een van de 7 nog levende Puttenaren die uit eigen waarneming over de Duitse kampen kan vertellen, is Jannes Priem. Zijn verhaal van grenzeloos lijden en verzoening werd opgetekend door Tom Verheul. Hendrik Heimersen, Hendrik van der Ven, Hendrik van Winkoop, Hendrik van Koerten. Geboren 16-1-1918, overleden 17 november 1944. Dit kan men niet begrijpen. Dat in 6 weken tijds 111 uit Putten vandaan hier begraven liggen. Na 6 weken werken. Door honger, door slagen. Dysenterie, door ziektes. Onbegrijpelijk. Gelukkig staat mijn naam er niet bij. Ik mag het nog navertellen. Ik ben Jannes Priem. Ik kom uit Putten. Ja, nu maak maar even die camera weg. Nee, dat is kip. Nee. Ik ben dan met eerst genehmigung gehoord. Zo. Mooi. Ik ben Jannes Priem, ik kom uit Putten. Ja. Ik ben een überlevende uit het concentrationslager in Ladelon. Ja. Want ik wilde wissen waar dat baanhof, waar die zoeg aangekomen zijn. Ja. Wist u dat? Ja. 2 kilometer verder. 2 kilometer verder van hier? Ja. En zwar deze straat verder? Ja. 2 kilometer? Ja. Etwa hier, ja. Und hier gleich Bahnhof Achtau. Een beestenwagen was het, want weet je, met 40, 50 man weet je daarin geknuppeld. En of je nou gezond was of dat je ziek was, dat maakte niks uit. Ze knuppelden en alles knuppelde die wagon in. En zo werden we afgevoerd naar Achterhoep. En toen kwamen we in Achterhoep aan en toen werd je met knuppels de trein uitgeslagen. En dan kon je met de zieken en de gewonden die je bij je had, daar kon je mee op pad. Want we gingen naar Ladelon toe en dan kon je 7-8 kilometer kon je lopen voordat je in Ladelon in het kamp aan kwam. Jannes Priem zoekt de plek waar het kamp even buiten Ladelund heeft gestaan. Paul Petersen, die als 13-jarige Duitse schooljongen de verschrikkingen heeft gezien, brengt hem erheen. Wanneer er hier fundamenten hadden blijven liggen, ja. Dat je had kunnen zien waar dat lager geweest is, dan had ik gezegd ja. Maar dit zegt me helemaal niets meer. Nee. Dit zegt me niets. Ja, ik weet wel dat hier de ingang was en dat zo naar de brakken toe gingen. Ja. En ik kan ook wel zo naar de plaats toe lopen waar ik gelegen heb in de brak. Dat weet ik nog precies, dat is ongeveer 1 meter of 20, 30. Ik heb in Bergen-Belsen gezeten.
Daar heb ik 6-7 weken gezeten. Daar heb ik elke dag van 's morgens tot 's avonds met een kar de lijken weg moeten brengen naar het crematorium toe. Maar Ladenhoed is het slechtste kamp geweest. Daar heb ik het meest op mijn sodomieten gehad in Ladenhoed. Ik ben wie bis avond naar gingen slaven. Ja. Want die hozen was nas. Ja. En wenn wir am morgen weer opstaan, ja, dan waren die hozen hard van de vorst, ja, van vriezen. Ja. En dan moest je weer gaan werken. Want je kreeg geen eten, 's morgens. Nee, dat kreeg je 's avonds pas. Er zijn in Ladenhoed mensen geweest die hebben eten buiten op dat raamkozijn gelegd voor ons. Maar dat konden wij nooit pakken. Zo gauw wij dat pakten, werden we al naar de kapoes. Ja. Door de kapoes werden we al in elkaar geslagen om eraf te blijven. En de kapoes die pikten het in. Zo ging dat hier. Als wij hier over de weg liepen. En we liepen en we zagen een stuk land, een stuk grond, waar de stengels van de boerenkool nog op stonden. Dan probeerden wij die stengels te pakken. Dat geloof me niet dat je aan die stengel kwam, hoor. Want je had eerder een gebroken arm van de klappen, als dat je één stengel te pakken kon krijgen. Wenn die bloos standen met zwei en reden hadden, dan kan hij met zijn komie krubbelen houden. Dat hebben ze meer al gemaakt hier. Ja. Daar war gar niks. Nee. Dat hebben we gezien. Man kann sich das nicht vorstellen, Bitti. Du weißt es ja, Janis. Zerfetzt, zerlumpt und ungepflegt. Ja. Und in Kinderaugen waren das Sträflinge. So wurde uns das ja erzählt. Ja. Konnten wir ja nicht anders wissen. So waren Sträflinge. Nee. Und dann haben die ja immer gesagt, diese Kapus, das waren Zuchthäusler. Ich weiß nicht, ob das denn richtig Zuchthäusler gewesen sind, aber das wurde uns erzählt, so das waren richtige Zuchthäusler, die hatten ja eine Binde drum, da stand das ja drauf, nicht? Und dann hatten sie einen ollen Gummiknüppel. Wanneer wij 's avonds op de grond lagen, dan komt er een kapo komt er naar je toe, met een stuk brood in zijn handen. Kom met me mee. Dan zou je met die kapo mee moeten gaan, want het waren een hele hoop bij die kapo's, dat waren zuiver homofielen waren dat. Dan moest je met die kapo zou je mee moeten gaan om een stuk brood te verdienen, om je eigen te laten gebruiken of om die kapo te helpen. Het spoor voert naar de tankgracht. Toen een diepe, kilometerslange gleuf in de drassige kleigrond. De gevangenen moesten de gleuf met een schep graven. En zo weer ziet. Loop je de rilling over de rug? Ja. Dan is voor mij onbegrijpelijk dat ik hier nog staan kan waar zoveel mensen omgekomen zijn. Dat is niet met de pen te beschrijven. Echt niet. Het is voor de eerste maal dat ik hier ben. Had je het niet eerder gedurfd? Nee. Echt niet. Dit is echt een probleem. Dit gaat je door merg en been. Als je dit weer ziet, dat je... Nee, lang. Die haben ihn ja auch hier geschlagen mit dem Knüppel, das Mund kaputt, die Zähne rausgehauen, ne? Die Kapos, ne? Wenn er da an Denken tut. Für Sie auch? Kommen Sie die Erinnerungen? Ja, ich habe das ja gesehen, ne? Man macht sich ja heute mehr Sorgen darüber wie damals als Junge, ne? Da denkt man ja nur mehr drüber nach, ne? Ja, das war grauenhaft. Und sowas dürfte ja auch nicht wieder passieren. Nicht? Dafür soll das ja auch gerne erhalten bleiben, das Ganze, nicht? Die Erinnerung. Und das ist ja auch nicht leicht für ihn, all die Kameraden, die dann weggeblieben sind. Nicht? Ja. Und Jammes, der ist ja auch mal 18 Jahre gewesen damals. Nicht? Das
waren ja doch, Mann. Im Grunde sind das ja auch mal Kinder gewesen noch, nicht? Harold Richter, hier naast Jannes Priem, is Ladeloens dominee in Rusten. Hij heeft Jannes gevraagd zijn ervaringen te vertellen aan leerlingen van de Waffenschule van de Duitse marine. Dat gebeurt in de herinneringsruimte van de kerk in Ladeloens. Zware arbeid. Panzergraven mag. Want er waren wir met 200 Leuten auf Sputten. Und in 6 Wochen waren van die 200 auf Sputten 111. Ja, vielleicht darf ich mal erzählen von Sputten. Eine Widerstandsgruppe von 7 Holländern hat nachts vom 30. September auf den 1. Oktober ein deutsches Wehrmachtsauto beschossen. In dem Auto war Oberleutnant Eggert, der Leutnant Sommer und 2 Obergefreite. Ich war Soldat als 17-, 18-Jähriger KZ-Gefangene bewacht habe. Haben Sie auch Leute getötet? Als Soldat sicherlich. Aber nicht hier, dies war ein Tag. Da hat doch keiner von uns daran gedacht, nicht? Also hier einen Befehl zu verweigern oder... Ja, aber trotzdem. Aber diese ganze Mordmaschine, die dort ablief, die war doch nur dadurch möglich, dass überall Soldaten da standen, ja, die Mörder beschützten, wenn sie nicht selbst mordeten. Und deswegen ist es für mich anders, du kannst noch unterscheiden, ja, und sagen, gut, ja, bei den Jugendlichen ist es anders, sie können wahrhaftig nichts dafür, aber meine Generation und die Generation meines Vaters, ja, da kann doch keiner sagen, mich geht das nichts an, ich bin davon nicht betroffen. Ich fühle mich selbstverständlich mit unter den Tätern. Fühlen Sie diesen Schuld? Fühlen Sie das noch immer noch tätlich? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nur, wenn ich mir dann diese Menschen ansehe, die Gesichter, dann bin ich traurig. Nicht? Dieser Mann, dieses Kind sind in Auschwitz vergast worden. Nicht? Das sind doch Menschen wie du oder wie mein Enkelsohn. Also das ist jetzt nicht mehr diese Schuldgefühl, sondern das ist diese Trauer. Und die Trauer, wenn wir merken, dass wir so wenig aus unserer Geschichte gelernt haben. Und die Hoffnung, weil ich weiß, dass eben die Macht des Bösen am Kreuz von Golgatha gebrochen ist. Nicht? Darum lasst euch versöhnen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist jetzt nicht eine Tat von uns, aber es ist ein Geschenk. Nicht? Und das ist also nicht ein Herumgehen mit Schuldgefühlen, sondern das ist wirklich ein Stück in der Freiheit und dann eben auch davon sprechen können, so wie ich jetzt Ihnen gegenüber auch davon gesprochen habe. Und das ist, was Pütten und Ladeloen. Das ist, was uns zusammenhält. Ja. Ich glaube, das wird man nicht wieder auseinanderdividieren. Nein. Das stimmt. Ja. Und wenn ich nach Ladeloen komme, dann bin ich blij. Dat er nog mensen zijn die weten wat er gebeurd is, die weten wat ze ons aangedaan hebben. En dat ik op een gegeven moment met een opgelucht hart kan zeggen, ik heb ze vergeven. Vergeten zal ik het nooit, maar vergeven heb ik ze. En dat blijf ik, zolang ik leef, dit volhouden. Ik heb ze vergeven wat ze mij aangedaan. Ze hebben heel erge dingen aangedaan. Daar heb ik nu nog
last van. Maar ik heb de macht gekregen om te zeggen van... vergeven. En dat vind ik een heel belangrijk iets. Ook voor de toekomst. U zag het netwerk van dinsdag 22 september. Morgen zijn we het weer. Toen ik in Neukamme terugkwam, na die 6 weken, ben ik naar de kamparts daar gegaan en die heeft die wond schoongemaakt. Met een zakmesje heeft boven een vlammetje gekrapt in die wond, dat de maden eruit waren, dat het bloed eruit kwam. Een stukje papier erop geplakt en die zegt, morgen kun je weer gaan werken. Maar dat engeltje was bij me. Want ik heb 5 dagen heb ik op een bank kunnen zitten in de keuken om groenten en aardappelen en alles schoon te maken. 5 dagen lang. Praten kon je dan niet, mocht je niet. Ja, constant was de controle. Constant kwamen ze controleren. Dan liepen ze en 6 officieren. Om de kring heen, want dat was een hele grote kring waar zeker een 200 man zaten. En dan liepen ze om die kring heen. En op een gegeven moment, ik dacht dat het de 3e dag was, dat er eentje, een SS'er, voorbij kwam en die stopte bij ons. Ik zat met die heer van den Berg, ook een Puttenaars, zat ik daar. En die stopte bij ons en we kregen trappen in onze zij. En die begon te lachen. En die zegt, jullie komen uit Putten. Maar wij mochten niks zeggen. 2e keer kwamen de weerlangers. Weer trappen in de zij. Jullie komen toch uit Putten? Weer niks zeggen. Een paar rondjes is je gelopen. Dan komt hij de 3e keer komt hij weer. En dan krijg je een paar flinke schoppen in je zij. Jullie komen toch uit Putten? En toen keek de man, ik zeg ja, wij komen uit Putten. Dan heb ik heel leuk nieuws voor je. Je vader en moeder leven niet meer, het huis is afgebrand en jij gaat er ook aan. Ik dacht nou, dat kun je, daar kun je het mee doen. En die man die dat zei, was een SS'er. En die kwam met Putten vandaan. Ik zal hem geen namen noemen. Maar ik kende hem persoonlijk. Na 5 dagen moest ik gaan werken op de steenfabriek. De steenfabriek was van de grond af met een lorry. Schuine helling. Moest je met 3, 4 man. Moest je een lorry met klei naar boven douwen. Als je gelost was, dan kon je de andere kant weer terug en dan werd hij weer volgeladen. En zo ging dat achter elkaar door. Waar je liep, waren het allemaal uitgebrande sintels, uitgebrande steenkool. Dus je struikelde ontzettend veel mensen zijn daar gestruikeld. Ik heb weer geluk gehad. Want ik zocht altijd het plekje op waar ik achter over de bieltjes kon lopen. Dan kwam ik helemaal niet in aanraking met die sintels. 14 dagen lang heb ik dat gedaan. Er zijn ontzettend veel mensen zijn er omgekomen. Als er iemand struikelt, dan werd hij naar beneden geslagen en dan werd hij beneden met die dood geknuppeld. 14 dagen lang. Na 14 dagen op transport gesteld naar Veerse Meppen. Bij de Hollandse grens. Veerse Meppen was een kamp waar je ook moest werken, maar een veel rustiger kamp. Daar was de bewaking die bestond eruit soldaten die aan het front gevochten hadden en die gewond geweest waren en voor revalidatie op moesten knappen. En die waren daar de wachtposten. Die bewaakte je, die moest je bewaken. Zo af en toe werd er een stuk brood naar je toe geworpen of er werd een stuk sigaret naar je toe geworpen. Het was een heel ander leven was dat als in Neugammer en in Laderon. 6 weken heb ik daar geleefd. Na die 6 weken terug
naar Neugammer. Eén dag Neugammer, andere dag 's morgens op een open wagen naar Hamburg. Hamburg puinruimen, straten schoonmaken. Bij de huizen waar de officieren, de SS-officieren woonden. Straten moesten schoon, de bommen vielen om de oren. Er zijn duizenden mensen zijn er omgekomen. Als de vliegtuigen overkwamen, dan was de bewaking die was weg. Maar ze hadden je wel in de gaten, vluchten kon je er niet. En wij moesten doorwerken. 14 dagen lang. Na die 14 dagen terug Neugammer. Op transport naar Bergen-Belsen. Het vernietigingskamp. Dag in dag uit met een kar de brakken af, de mannen en de vrouwen brakken af om de lijken op te halen en naar het crematorium te brengen. Misschien heb ik al een Frank erbij gehad, want die is in die periode is die overleden. Die is in de periode overleden, misschien heb ik hem wel op de kar gehad, ik weet het niet. Want je kende elkaar niet meer. Je was vermagerd, kaal. Vuile kleren aan. Dus dat kan makkelijk geweest zijn, ik weet het niet. 6 weken lang. Als er weinig te doen was, dan moest je de kamers van de officieren moest je schoonmaken. Want er zijn 6 officieren. Dan moest je stoffen. En OB als er een stofje was blijven liggen. Dan werd je de brak ingeslagen. En als je dan op die kamers, ik zal één voorbeeld straks eruit halen, wat je op die kamers van menselijk lichaam opgeplakt zag en wat er hing. Eén voorbeeld. Grote radiotoestel. De zijkant de luidspiekers. En aan die luidspiekers de oren van de gevangenen opgeplakt. Er zijn er nog veel meer dingen zijn dat. Nog één ding noemen. Lampenkappen. Die je normaal in huis ook hebt. Die waren gemaakt van de vrouwenborsten. Daar stond je als 19-jarige jongen stond je daar naar te kijken. Maar dat interesseerde je niet. Je moest voor je eigen moest je zorgen. Je moest zorgen dat je er zelf door kwam. 6 weken lang heb ik daar gezeten. Na 6 weken kwam er plotseling bericht van we moesten met spoed moesten we weg. Want de Russen en de Amerikanen waren in aantocht. We werden begons ingeslagen. Via Neugammer. Onderweg moesten we stoppen. Versperringen op de auto, op de rails. Lopend, kilometers lopen. Overstappen op een andere trein. En uiteindelijk kwamen we in de Lübecke bocht aan. En dan werd je in groepen werd je daar op schepen gegooid. Als vuil. Want ze moesten van de gevangenen af. De Capacona, 7000 gevangenen. De Athene, 4800 gevangenen. De Tielbeck, waar ik persoonlijk opgekomen ben met de heer Van den Berg, 2800 gevangenen. Op een dag werden die schepen gebombardeerd door de Engelsen. Want die dachten dat de Duitsers op die schepen zaten en wilden vluchten. Want de hakenkruisslag ging nog in de mast. Maar ze wisten niet dat er gevangenen erop zaten. Ze hebben die schepen gebombardeerd. Dat fosforgranaten, brandbommen. 2 schepen gezonken. De Capacona gelijk gezonken. De Athene gelijk gezonken. En de Tielbeck waar ik op zat is gekapseist. Het Zweedse Rode Kruis, wat in die periode aan het onderhandelen was in Flensburg, die heeft het zo voor elkaar gekregen dat ze van dat zinkende schip waar ik op zat, dus 50 man eruit hebben kunnen halen. En bij die 50 man van de 2800 zat ik en meneer Van den Berg.
En we zijn door het Zweedse Rode Kruis zijn we afgevoerd naar Zweden. Trelleborg, het ziekenhuis. 6 weken in het ziekenhuis. Met een suikerlepeltje werd je gevoerd. Want je mocht niet te veel naar binnen krijgen. Na 6 weken naar een revalidatie tehuis. Een kilometer of 50, 60 bij Trelleborg vandaan. En daar heb ik gezeten tot aan augustus 45. Dat we helemaal weer opgeknapt waren. Augustus 45. 16 augustus 45 ben ik weer thuisgekomen. Thuis wisten ze niet dat ik nog in leven was. Ze hadden bericht gehad van de Rode Kruis. Ik was vermist. En op een gegeven moment sta ik daar voor ze. Mijn vader was er nog, mijn moeder was er nog, mijn zusters en mijn broers waren er nog. Het huis stond er nog. Maar een opvang van de gemeente of van de kerk was er helemaal niet. Je moest alles zelf doen. Mensen zijn er bij me geweest om te vragen, heb je die gezien, heb je die gezien, heb je mijn vader gezien, heb je mijn broer gezien, heb je mijn man gezien? En dan moest je antwoorden, sorry, je kende elkaar niet meer. Ik kwam een oom en tante van me, die zoon waar ik mee samen heb geweest in Peerse Meppen. En die kwam vragen, heb je me gezien? Ik zei, ja, ik heb me gezien. Is je met die op een gegeven moment, s'avonds moest hij nodig naar het toilet. Nou, als je die toiletten daar had, dat was een grote kuil die ze gegraven hadden met een balken eromheen. En op die balken kon je gaan zitten en dan kon je je behoefte doen. Schijnbaar is hij daarin gevallen, ik weet het niet. Ik heb hem nooit meer teruggezien en dat heb ik ook zo verteld. En dan komt na een paar dagen later komt er een man uit Apeldoorn vandaan en die zegt, dat is helemaal niet waar, want ik heb hem daar en daar heb ik nog gezien. En vanaf dat moment ben ik dichtgeklapt en ik heb niemand meer te woord gestaan. Ik heb mij helemaal afgezonderd. En dat heb ik een poosje volgehouden en toen ging ik op een gegeven moment ging ik weer op een dode gemak naar de heer van den Berg toe. En als je dan door de straat in Putten liep, dan keek je met je nek, keek je Jan. Waarom is hij wel teruggekeerd en mijn man en mijn moeder of mijn zoon niet? Zo ging dat daar. Na een half jaar thuis te zijn geweest, kreeg ik een oproep voor militaire dienst. Ik dacht, nou, dat hoeft niet. Ik heb door oud-minister Van Boeien, die bij zijn broer in Putten was, die hebben requesten weggestuurd. Ik weet niet hoeveel. Allemaal afgewezen. Dat laatste request waar ik een antwoord op kreeg, toen zat ik op de boot naar Indonesië. In Port Said moesten ze bunkeren en er kwam er een telegram voor me. Request afgewezen, veel succes. 3,5 jaar heb ik in Indonesië. Ook weer voor jezelf op moeten komen. 2 keer gewond geweest. 47 een fosforhandgranaat over me heen. 49 een scherp granaat in mijn nek, naast mijn handslagader. Dat de artsen zeiden van nou, reken maar op het ergste. Het engeltje wat ik op schouder had, dat heeft me er weer doorgeholpen. En ik heb alles overleefd. En ik ben eind 49, ben ik thuis gekomen. Ja, en wat moet je als jonge zijnde? Opleiding heb ik niet gehad. Ik ben van de lagere school af, moest ik gelijk gaan werken. Want ik kom uit een gezin van 11 kinderen. Dus er moest brood op de pan komen. En ik moest werken, dus ik had verder geen opleiding. En toen kon ik kiezen. En toen heb ik 2 keuzes gemaakt. Buschauffeur worden. Of naar de Margezee. De eerste maal. Margezee. Keuren voor de Margezee. Afgekeurd 1 centimeter tekort. Wat zegt de heer van den Berg 1 centimeter tekort en de keuren hier vooraf? En dat nemen we niet. Die is naar het stadhuis gegaan, met de burgemeester daar aan het praten geweest. De andere dag zat hij in de trein naar Den Haag toe.
En 3 dagen later lag er een telegram in de bus alsnog goedgekeurd. Dus ik heb marketingopleiding gehad. Ik heb een politiediploma met aantekening, alles heb ik gehaald. Ik heb ruim 5 jaar bij de marketing gezeten. En toen ben ik overgestapt naar de landmacht. En daar heb ik gezeten tot mijn 55ste jaar. Achter een bureau. Okay.